mee te doen. Nou, dit is een international halftrack, de best ever built in de United States halftrack. Puur bedoeld om op een gegeven moment chauffeurs makkelijk een panzervoertuig te laten rijden. En is echt een absoluut unieke auto. Dan draaien we ons om, maar we gaan even het rijtje af. Het grootste bewaren voor het laatst, maar ja, een hele zwaaie jongen, een ARV of een Armed Recovery Vehicle. Waar worden die voor gebruikt? Ja, de M88, super zeldzaam om als particulier te kunnen krijgen. Deze komt uiteindelijk gedaan uit een Amerikaanse schipper. Ja, hebben we een handgeleverd te leggen. Die is inmiddels opgekocht naar Amerika en gaat daar op hetzelfde museum eigenlijk om daar bergwerkzaamheden te gaan doen. Want die mensen hebben heel veel tanks en die willen wat hebben om te kunnen bergen. Ja, er zit een enorme ijsinstallatie op, dat ziet me zo niet zo duidelijk, maar die lange balk die er overheen ligt, die kan over het voertuig heen worden geklapt en dan heb je een kraan, hè? Ja, inderdaad. Ja, en dit soort voertuigen zijn nog steeds bij de Amerikaanse leger in inzet. Dat is ook de reden waarom het zo moeilijk te krijgen is. Dit loopt op diesel, zit een V12 in, 29 liter. Dus een fantastisch apparaat. En dan heb je het niet over de tankinhoud. Nee. De tankinhoud gaat ongeveer 800 liter diesel in. Nou, een machtig apparaat waar ook een dozer voorop zit, dus hij kan ook als bulldozer fungeren. Dan hier het hondertje uit de Tweede Wereldoorlog. Nog 800 liter. Ja, de Willingstier. Daar is mijn hobby ook mee begonnen. Dit is een jeepje uit 1945, dat is even de laatste die gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. Willingsfabrieken hebben uiteindelijk ooit die wedstrijd gewonnen om 4x4's te gaan bouwen voor de Amerikaanse. Een general purpose voertuig. En met name de Willingstier is toch inderdaad, zijn er 700.000 van gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. En ja, er zijn er natuurlijk nog een hoop bewaard gebleven, maar buitengewoon praktisch en heel erg leuk, deze zomers te kopen. Ja, in de Tweede Wereldoorlog waren zelfs de Duitsers gek op die Willisdiep, die prefereerden ze boven de Kubelwagen, als u dat zegt. Dan hier een Brits gepanzerd voertuig, dat is geen recovery vehicle, er zit wel een kleine kraan op, maar het is meer een maintenance-achtig voertuig. Hè? Ja, het is bedoeld om de motor van de Chieftain mee te nemen, dus het is bedoeld om de motor van de Britse Chieftain tank te vervoeren. Het kraantje was ook bedoeld om de motor vanuit het voertuig in de Chieftain te tillen. Nou, daarna bleek die motor veel te zwaar geworden, dus dat lukte vervolgens niet. Dus er moest een aparte kraan bij komen. Maar er werd veel mee vervoerd. En er zit een 3,5 tons kraantje op. De Engelsen noemden het de Battlefield Taxi. Ja, makkelijk voor allerlei diensten eigenlijk is die ingezet. Ja, dan iets heel speciaals, want ik heb al gezegd, het is een bruggenleggende tank, om het maar even zo te zeggen. Maar ja, het is wel een heel bijzonder systeem. Ja, wij zijn er heel trots op dat we dat hier kunnen laten zien. Bruggenleggende tank inderdaad, de M48, allemaal na de oorlog, maar ja...